Ik ben Jessica Peskovska, ik ben 13 jaar en ik kom uit Nederland. En ik heb al 2 jaar de ziekte SLE. En dat is een hele erge bloedziekte en dan word je heel erg moe. En je bent gewoon heel erg moe de hele tijd. En het is echt een hele erge rotziekte. En ja, ik was alleen 2 jaar elke keer ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ze wisten niet meer wat ze me moesten geven. Medicijnen, alle soorten, rituximab tot prednison. En ze wilden me nu chemica geven, en omdat ze er niks op wisten. En het is een ziekte dat net als soort als kanker, maar dan andersom. En dan maken de rode bloedcellen, de witte maken de rode bloedcellen kapot. En bij kanker is het juist andersom. Dus ja, dat is het. En toen heeft mijn moeder zeg maar gewoon meneer Alexander gevonden voor mij. Omdat ze niet meer wist wat we moesten doen. En ik wou echt geen chemica nemen, want het zou me alleen maar meer kapot maken. Want ik heb al hele erge dingen meegemaakt in mijn leven. Dus ja, en toen hebben we hem gevonden. En nu ben ik hier al bijna 4 weken. En het is heel goed. Want ik doe allemaal soorten dingen met stenen. En het is heel zwaar, dat moet ik wel zeggen. Ik ga in sauna's en bla bla bla. Maar ja, kijk, het werkt heel erg goed. En ik voel me hartstikke goed. En ik ben ook vandaag geprikt. En mijn bloed was echt heel goed. En alles, alle dingen waren helemaal goed. En ja, ik ben gewoon blij. Ik heb me echt heel geholpen. En ik voel me hartstikke goed. En natuurlijk is het heel zwaar. En je moet hier allemaal dingen doen die ik nooit heb gedaan. En dat ik eerst denk van, maar nu ben ik eraan gewend. En het is heel leuk zelfs. En meneer Alexander helpt me heel goed. Hij weet precies hoe hij mij moet schoonmaken en wat voor dingen hij mij moet geven. Dus ik ben heel blij. En ja, dat is het eigenlijk. Wat wil je nog zeggen? Nou, we zijn heel blij dat inderdaad zijn we hier terechtgekomen in Polen. We hebben een kliniek gevonden waar sinds 4 weken neemt ze geen meer prednison. Gaat allemaal goed. Ze voelt zich heel goed. En we zijn hartstikke blij. Ja. En gaat tot nu toe allemaal prima. Ik ben blij. Ze heeft geen medicijnen meer. En twee jaar hebben we allemaal moeilijk ellende en problemen meegemaakt. We geloven ook in Jezus en we zijn gelovig, we zijn katholiek en we vroegen telkens mijn vader van help me nou, ik wil nu eindelijk van deze ellende afkomen. Ja. En ja, ik hou van zingen en daarom wil ik nu even een liedje zingen, Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedictus in mulieribus, et Benedictus fructus ventris, ventris tu Jesus. Ave Maria. Nou, we willen u bedanken, meneer Alexander. Dankjewel. Heel erg bedankt. En dankjewel. Dat u mijn leven hebt gered. Dat u mijn leven echt heeft gered. Want ik wist niet anders wat ik moest doen. En nu zijn we wel verder. Alles komt goed. En ik heb weer hoop in mijn leven. En ik kan gewoon weer vooruit in mijn leven. Ik kan doen wat ik wil. En ik wil zangeres worden, zoals je ziet. Ik hou van zingen. En ik zing ook elke dag voor die mensen in de sauna. Overal zing ik. En ik hou van zingen. En ik wil gewoon zangeres worden. Dus dat nu kan ik ook bereiken wat ik wil, want anders kon ik het niet. Dan was ik veel te moe, dan was mijn bloed weer niet goed, dan was dit. En ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ik kon niks, dus nu is echt mijn leven goed. Ik wil je echt heel erg bedanken en dat was het. Dat was het, dankjewel. Dag.